Goedemiddag, het is 10:50 geweest. Vrijwilligers van de kringloopwinkel. Nee, we gaan beginnen met mensen die met Koningsdag op de Vrijmarkt in het centrum van Lelystad stonden. Die konden hun niet verkochte spullen inleveren bij de Groene Sluis. En vrijwilligers van die kringloopwinkel die stonden gisteren met een kleine vrachtwagen op de Rommelmarkt in het centrum van de stad. Daar gaan we over praten met Janneke Pickert van de Groene Sluis. Mag ik Janneke zeggen, mevrouw Pickert? Uiteraard. Goedemiddag, Janneke. Van de Groene Sluis. Dus iedereen kon gisteren zijn overgebleven spullen naar jullie brengen. Is er veel ingeleverd? Er is heel veel ingeleverd. De vrachtwagen zat helemaal tot de nok toe vol. Dus dat was heel goed nieuws. We deden het voor het eerst. Dus het was een beetje uitprobeersel of mensen ons zouden weten te vinden. Maar het stond heel mooi in de Flevopost bij het overzicht van wat er allemaal kon gebeuren. En daar hebben mensen echt gebruik van gemaakt. Dus één vrachtwagen vol is er bij jullie ingeleverd? Ja, nou dat zijn heel wat spullen, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik graag. Maar er zitten natuurlijk ook niet bruikbare spullen bij. Hebben jullie dat dan wel ook gewoon meegenomen? We hebben alles aangenomen wat de mensen aan ons gaven. En toen hebben wij daar, want daarvoor waren we met een groepje vrijwilligers, hebben we gelijk even een eerste sortering gedaan van dat wij dachten van nou, dit zouden we nog prima kunnen hergebruiken. Maar we hebben ook wel een percentage gelijk weggedaan, omdat we daar al dachten van ja, dit is niet verkoopbaar. Kun je voorbeelden geven van spullen die je heel goed kan gebruiken, maar ook spullen waarvan je zegt ja, daar kunnen we echt helemaal niks mee? Nou, we hadden ook wel bijvoorbeeld kleding waar heel veel heel erg gepeeld was, die we dan wegdoen. Maar ook een lamp die heel erg, waar het vet op zat. Oh ja, ja. Moet er gewoon nog wel Donald Duckjes die verscheurd waren. Nou, okay. Dat. Nee, daar kun je, ja, daar dingen kun je die je eigenlijk niet wil kopen, tweedehands. Nee, dan was het, je zei het net al eventjes, de eerste keer dat jullie dit deden. Hoe is dat ontstaan, dat idee? Nou, we hebben het samen met de gemeente over gehad, bedacht. Dat gebeurt op wel meer plekken in het land, dat de kringloopwinkels aanwezig zijn. En het doel is dat er dan gewoon minder weggegooid gaat worden. En dat is natuurlijk een doel dat wij ook graag willen. En het is hier nog wel eens heel druk de dagen na Koningsdag bij de Groene Sluis, omdat mensen dan daarna langskomen om de spullen die ze niet verkocht hebben in te leveren. Ja. Dus wij dachten, als we hun nou helpen door daar te zijn, dat scheelt hun. En ons met de drukte in de dagen daarna. Merk je dus dat het ook? Het was een win-win. Merk je dat ook vandaag bijvoorbeeld? Vanmorgen was het niet zo druk als anders op de dag na Koningsdag. Dus het zou kunnen. Oké, ja. Dus het zou zomaar goed. Maar het is natuurlijk wel zo dat het veelal ook spullen zijn die in die vrachtwagen van jullie terecht zijn gekomen, die anders misschien wel verkocht waren geweest op de vrijmarkt, maar dus nu niet zijn verkocht. Dat het ook over het algemeen misschien wel spullen zijn waarvan je zegt, ja, het is ook niet gek dat dat in een vrachtwagen belandt. Kunnen jullie daar dan iets mee? Denk je dat nog te kunnen verkopen? Ja, alles wat wij hebben meegenomen is verkoopbaar. Dat is echt gewoon verkoopbaar. Dat is een vrachtwagen vol met verkoopbaar spul. Ja. Zeker. Ja. Ja. Denk je ook dat mensen te lui zijn om naar jullie toe te komen aan de Zuiveringweg? Nou, ik denk wel als je al een hele dag daar hebt gestaan met spullen en gesleurd en het is niet gelukt, dat je dan op een gegeven moment het zat bent van de dag daar zijn. Ja, precies. Dus, ja. Dus, ja. En dat je dan denkt, nou, dan doe ik hem maar weg. Dat zag ik wel gebeuren gisteren. Maar je hebt ook mensen die zeiden, nou, we brengen het volgende week zelf van naar de Groene Sluis. Of ze zeiden, ik neem het weer zelf mee naar huis. Ja. En er was een heel, dat vind ik wel leuk om te vertellen, was een heel lief vrouwtje, ja, achter haar rollator. En die zei, och, ik had het gezien in de Flevopost dat ik hier de spulletjes kon inbrengen. Ja. Dus die kwam in haar rollator, had ze 10 boekjes. Ze zei, ja, ik stond niet op de vrijmarkt, maar ik woon hier in de buurt en ik heb geen fiets en geen auto. Dus ik heb hier 10 boeken. Die zijn voor jullie. Nou, ik dacht, dat is zo leuk. Nou, dat is schattig. Ja, zeker. Ook voor de buurt even, ja, er kan zijn. Absoluut. Dus, ja. Mooi verhaal. Krijgt het nog een vervolg bij andere rommelmarkten in de stad? Nee. Als we dit vaker gaan doen, dan zal het echt Koningsdag. 27 april zijn. Zeker. Nou, ja. Janneke Pickert van de Groene Sluis, hartelijk dank. En succes met de verkoop, hè? Dankjewel. Doeg.